Jongens, leg eens uit. Wat ben je aan het doen? Activatieoefeningetjes. Sinds trainingskamp heeft Boy dit geïntroduceerd. Om elke dag het lichaam een beetje wakker te maken. Dus eigenlijk na het ontbijt, voordat we gaan trainen, doen we altijd deze reeks aan oefeningen. Om gewoon het hele lichaam wakker te maken. Je hebt wel een mooie omgeving uitgekozen om te doen. Ja, lekker rustgevend. De vroege ochtend. We hebben de generale repetitie van de Amstel. Zo kan je het wel noemen. Volta. Een hele goede wedstrijd geweest, denk ik. Ik denk dat we in de selectie, in de breedte, een hele mooie, sterke selectie hebben. Dus we kijken ernaar uit. We hebben jou bij de Volta veel van voren gezien. Dat was, als je kijkt naar jouw situatie, laten we zeggen een half jaar geleden, niet vanzelfsprekend, hè? Ja, na de Kruisprijs overwinning daar met Hartijs in het geel, ik een etappewinst. Dan ben ik 2 dagen later eigenlijk met heel veel spierpijn wakker geworden 's nachts. En was slapen niet meer mogelijk van de pijn, zo erg was het. Dus toen ben ik 's ochtends met een super dik been, super dikke kuit naar de huisarts gegaan. Die dinsdagavond om 7 uur liep ik naar buiten bij het ziekenhuis na heel veel onderzoeken en scans en dingen. Met de diagnose van een trombosebeen met de daarbij al verspreide longembolieën. Dat was wel heel heftig. En ik had er op dat moment eigenlijk nog niet echt heel erg bij stilgestaan dat ik de 24 uur daarvoor in een levensbedreigende situatie zat of bevond. Ik was vooral heel teleurgesteld in het feit dat ik niet meer kon sporten en niet meer kon doen op dat moment wat ik graag wilde doen. Ja, in die eerste 2-3 weken waarin ik helemaal niet kon lopen of amper kon lopen. Met gewoon de PlayStation bij mijn beste vriend neerzetten en gamen, films kijken en tijd doorbrengen met hun. Wat ook wel heel fijn was op dat moment. En op een gegeven moment mocht ik langzaam weer gaan fietsen. Begon echt op een gewoon plezierig niveau. Gewoon een beetje langzame toeren. Dat is niets voor jou eigenlijk. Nee, ja. Ik weet niet, als je naar een wedstrijd toe gaat of zo, dan heb je heel erg van stap, training voor training afstrepen, je voeding opletten, alles. Dan heb je gewoon die drang om te stralen op die dag dat je er moet staan. En nu was dat niet zo. Dus ik had ook niet super veel plezier in het fietsen, maar ik kon langzaam wel weer gaan bewegen. En vanaf dat moment in november eigenlijk heb ik de draad weer opgepakt. Tegelijkertijd met alle andere renners. En heb ik gewoon een hele goede winter gehad. Ready. Opgewarmd. Lekkere start van de dag. En nu dan? En nu gaan we een klein stukje fietsen. Ik denk op de tax. Als het net niet helemaal top weer is of als logistiek niet gaat met het team, dan pakken we meestal de tax als opwarming. Ook goed toch? Ook lekker. Hoe anders is de situatie nu? Want je hebt nu een duidelijk doel voor ogen. De Amstel Gold Race, daar moet je staan. Hoe bijzonder is dat voor jou, dat je daar gaat staan? Het is ik denk de droom voor iedere renner. Of het nou deze wedstrijd is, of Parijs-Roubaix. Het is altijd een eer om tussen die grote jongens te rijden. Tegelijkertijd is het ook heel angstaanjagend. Maar het feit dat het in Nederland is en dat er zoveel mensen, familie, Tour de Tietema-fans, wie dan ook, allemaal kunnen komen kijken. Dat het zo dicht bij huis is, dat maakt het voor ons natuurlijk wel extra speciaal. Ja. Dan zit hier nu een week voor de Amstel, voor het grote hoogtepunt. Dan zit hier in een Centerparks-omgeving met al je collega's die hetzelfde doel hebben nu de komende week. Hoe bereid je daar fysiek en mentaal voor op, voor die Amstel? Nou ja, we hebben sowieso al met Volta Limburg en Brabantse Pijl zijn we al samen met de selectie van de Amstel. Dus dan hebben we al 2 wedstrijden gereden die ten eerste heel erg op de Amstel lijken en met de Amstel squad zijn.
Dus dat is al heel erg aangenaam. Dan kan je al een beetje op elkaar inspelen en tactieken bedenken en tijd met elkaar spenderen. Fysiek gezien is het natuurlijk vanaf het moment in de winter tot nu dat je eigenlijk al aan het voorbereiden bent hiervoor. Dat betekent nu in die eindfase dat je wat meer korte, harde inspanningen moet doen. Omdat je naar die piekvorm wilt. Ik heb het aardig warm, hè? Hoe lang moet je hier op de taxi zitten vandaag? Een uurtje. De benen wat op spanning te zetten. Normaal verveelt de taxi heel snel. Als je tegen een muur moet kijken in je garage. Maar hier is het best aangenaam. Ik denk dat we tot en met 2 dagen voor de Amstel nog trainen. En dan 2 rustige dagen. En ik denk dat we dan allemaal wel aardige wedstrijd klaar zijn. Hoe ziet dat rustig aan doen voor jou eruit? Volgens mij is de Thomas Kopecky playlist wel aardig fenomeen aan het worden, of niet? Ja, Thomas, de Harry playlist. Ja, ik luister heel veel muziek met fietsen, maar ook thuis. En het gaat echt alle kanten op. Dus als ik thuis 's ochtends mijn ontbijtje klaarmaak, dan is het een rustige rap. Maar zodra ik op de fiets stap, dan wil het best wel eens echte herrie zijn. Wat zou er nu normaal op gaan? Ja, het is altijd een beetje afhankelijk van de sessie natuurlijk. Maar mocht dit nou een zware intervalsessie zijn, dan moeten we denken aan funk tribu of hard techno. Dit is dus als ik echt zware training heb, dan moeten we denken aan dit soort Nou, ik denk dat er een goede balans moet zijn tussen herrie en rust. En het stukje herrie, dat is voor mij wielrennen. En als ik op de fiets stap, dan luister ik graag een goed techno-setje of wedstrijden met veel chaos. Daar hou ik wel van. Maar wat ik ook al zei, als ik 's ochtends mijn ontbijtje klaar aan het maken ben, dan hou ik ook wel gewoon van een rustig liedje en het gezang van de vogeltjes, zoals hier op Center Parks. En die rust, daar ben ik ook echt wel aan toe. Beetje gemene vraag, maar waar hoop je dat je staat bij de Amstel? Het is voor de eerste keer dat je met echt de Champions League meedoet van het wielrennen. Waar staat Thomas? Ik denk dat Thomas best wel diep in de finale kan komen. Boy vroeg aan ons met de verkenning. Kilometer 220 zitten jullie hier nog, jongens. Ik denk dat ik best mag zeggen dat ik er dan nog zit. Het is natuurlijk ook allemaal afhankelijk van hoe die wedstrijd gaat verlopen en wat de grote ploegen en de grote jongens gaan doen. Hoeveel zin Mathieu heeft. Ja, precies. Is het zitten bij Evenepoel of is het zitten in de rest van het peloton? Dus, maar ik denk best wel dat ik mag zeggen dat ik goed genoeg ben om daar nog bij te zijn.